hield het anderhalf jaar vol en Leon zelfs 9 jaar. Iedereen laat geloven dat je hard aan het studeren bent terwijl je al lang gestopt bent met je studie. De drempel om te vertellen dat je bent vastgelopen wordt, hoe langer het duurt, alleen maar hoger. 5 studenten die in deze situatie zaten of zitten zijn maandag te zien in de EO-documentaire Pretend Student. Waarom kozen ze ervoor om jarenlang de schijn op te houden? En hoe moeilijk is dat? Een van de studenten is Luna, een fictieve naam. Mijn leven voelt op dit moment 100% een puinhoop. Hoe ga je dat oplossen? Komt wel goed. In mijn gedachten is het gewoon in september beginnen en dan is het hele jaar gewoon niet gebeurd. Dus je gaat, dit ga je gewoon niet vertellen, dit is gewoon niet gebeurd? Ja, dit is er gewoon niet. Het voelt heel erg gek dat ik zo uit de grond een leugen kan stampen. En dat het ook zo geloofwaardig overkomt of zo. Ja, ik voel toch wel, wel rot. Wel meer dan dat eigenlijk. Ja, welkom Bas en Leon. Even met jou beginnen, Bas. Het woord leugen komt veel in de documentaire voor. Terecht, denk ik, hè? Liegen. Je hebt meerdere variaties op liegen. En wat je doet, op het moment dat je in het begin van pretend student zijn, is vaak even de schijn hoog houden. Dan denk je van, ah joh, weet je, ik heb nu even maandje, slecht maandje, slecht weekje, slecht blokje, slecht semestertje. Nou, en voor je het weet, is dat een jaar. En, ja, en op het moment dat je inderdaad een jaar al een kuil voor jezelf aan het graven bent, dan kom je erachter dat je inderdaad niet alleen tegen jezelf, maar ook tegen de mensen om je heen actief hebt zitten liegen. Terwijl dat helemaal niet het idee was. Het idee was, in eerste instantie, ik gun mezelf gewoon even wat rust. Ik gun mezelf eventjes wat tijd. En... Want zo begon dat bij jou. Je kon het gewoon even niet vinden, het lukte even niet en je dacht, ik bouw even een beetje rust in. Ja, ik had op een gegeven moment te veel hooi op mijn vork. Alle andere dingetjes. Het is niet relevant wat het allemaal was, maar... nee, dat is het niet. Nee. En dan denk je, weet je wat, ik schuif gewoon heel even... die studie schuif ik heel even aan de kant. Want weet je, daar kan ik een halfjaartje langer over doen als het moet. Nou ja, dat is inmiddels, ja, ik ben 25, ik heb nog niks afgerond. Dus wel iets meer dan een halfjaartje geworden. Maar naarmate het langer duurde, als je naar een feestje gaat... of je komt mensen in de stad tegen of in de kroeg tegen... je moet elk moment opletten, oh shit, ik moet niks verkeerd zeggen... ik moet mezelf niet verraden. Dat lijkt me heel stressvol. De kunst, dat is hartstikke stressvol. Want je wil dat merk je ook op het moment dat je... dat heb jij ook gezegd in de documentaire. Op het moment dat je eenmaal daadwerkelijk... ik noem het maar even voor het gemak, uit de kast bent gekomen. Niet te vergelijken, begrijp me niet verkeerd. Maar als dat eenmaal is gebeurd, dan pas merk je inderdaad onder hoeveel stress je gebukt bent gegaan, die periode daarvoor. Want inderdaad, iedere keer als je iemand je aanspreekt en vraagt, hoe is het nou met je? Dan is dat de eerste vraag. En de volgende vraag is over het algemeen vaak, hoe is het met de opleiding, hoe is het met de studie, alles daaromheen. En wat zei je dan? Vaagheden. Gewoon heel veel vaagheden. Oh ja, nee, tentamentje ging, I don't know. En dan zo snel mogelijk, want dat is een kunst waar die... En hoe is het bij jou? Zeg je hoe is het bij jou? Ja, absoluut. Ik zit eigenlijk bijna nu nog steeds in een reflex om nu aan jou te vragen hoe het met jou gaat. Nou, dank je goed. Niet afgestudeerd overigens, dat is eigenlijk. Oh? Dus, sorry. Er is nog hoop, ik hoor het al. Ja. Ja, maar jij